En daarom wil ik, zoals in ons boekje staat, nu even in gebed gaan. Goede God, zie ons hier bij elkaar in deze feesttent, waar we stil willen staan bij het 55-jarig bestaan van onze Lintse Blos. We zijn u dankbaar voor al die jaren dat we als vereniging voor de mensen iets en zelfs veel hebben kunnen betekenen. En wij vragen u bij dit jubileum, blijf ons inspireren, enthousiasmeren. Laat die onderlinge verbondenheid ook in de toekomst sterk genoeg zijn, zodat we met elkaar geluk en gezelligheid mogen ervaren. Wij vragen het u door Jezus, uw Zoon, die met u leeft, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij het voorbereiden van een preek, een toespraak, dan denk je toch wel eventjes na van, wat kan ik u vanavond hier meedelen, vertellen, verkondigen? En toen heb ik gedacht, ik wil een vraag voorleggen. Wat is nou het typische kenmerk van de carnavalsvereniging De Lintse Blos? Want als je het 55-jarig jubileum mag vieren en je mag terugblikken in het verleden, dan vraag je je toch af, wie heeft die Lintse Blos zo actief, zo vitaal gehouden, dat ze nu nog in volle glorie hun jubileum mag vieren en kan vieren? Wat typeert de Lintse gemeenschap, de Lintse Blos? En dan kunt u misschien zeggen, het ligt aan het bestuur, aan de voorzitter. Een man met een uitstraling, inzicht, kennis, weet hoe het hoort. Dat kan. Je kunt zeggen, het ligt aan prins en prinses, Jan Willem en Robin. Of al die andere prinsen en prinsessen die ik voor me zie zitten. Is dat de kracht van de Lintse Blos? Is het misschien de verbondenheid die je overal merkt? Want hoe langer hoe meer je in een gemeenschap komt, en dan praat ik voor mezelf, dan merk je hoe de lijnen eigenlijk lopen. Ons kent ons. En ik hoef maar een beroep te doen op de dezen of op de dier. Ja, dat doen we. En inderdaad, het gebeurt. Die onderlinge verbondenheid, dat is een heel groot goed wat hier gecultiveerd wordt. Wat kan het nog zijn dat mensen bij elkaar houdt? Is het de vitaliteit? Is het de aanpassing aan de tegenwoordige tijd? Is het de inzet? Want ook dat mag onderstreept worden. Zijn het de vele vrijwilligers en vrijwilligers die ze hebben? Want je staat ervan te kijken hoeveel mensen actief betrokken zijn. En dan hoef ik alleen maar te kijken naar de tonpratersavonden. En we zien er op de beamer al die leden, al die mensen, al die vrijwilligers eventjes de revue passeren. Dan zeg je, nou, dat is indrukwekkend. En als je dan merkt en leest hoe het begonnen is, hoe het verder is gegaan tot op de dag van vandaag, dan denk ik inderdaad, beste mensen, dat we mogen zeggen, dank je wel. Met een oprecht hart. Dank je wel voor deze inzet. Dank je wel voor deze verbondenheid. Dank je wel voor dit samen mogen vieren. En dan denk ik dat ook andere woorden naar boven komen als gezelligheid. Als ik hoor hoe dat jaren geleden hier carnaval gevierd werd. En dat mensen van heinde en ver naar Leende toe kwamen om eens een beetje te proeven wat hier gebeurde. Het was er zo gezellig. Nou, fijn. Allemaal belangrijke kenmerken waarvan je mag zeggen, dank je wel. En vanuit die gedachte mogen we ook, mag ik het noemen, dit jubileum vieren. En dat u begint met een mis, is eigenlijk, denk ik, normaal. En waarom? Als ik de blaaspieper neem, de jubileumpieper, en ik zie daarop staan Willem en Drika met de Lintse Blos op de achtergrond, dan denk ik, ja, die Lintse Blos, die hoort er werkelijk bij. Die kerk, dat kerkgebouw, de trots van Leende.
En daarom willen we dit jubileum ook, ja, met een eucharistieviering beginnen. En daarom willen we ook even luisteren naar wat Jezus tot ons zegt. En dan heb ik bewust die tekst gekozen over: jullie zijn het zout der aarde. Zout, we weten allemaal hoe belangrijk het is om een beetje smaak, een beetje beter te kunnen proeven. Nou, dat heeft ook te maken met onze gemeenschap. De linzenblos zorgt voor deze sfeer. Jullie zijn het licht ter wereld, zegt Jezus. En dat klopt. Wat doen jullie, wat betekenen jullie voor deze gemeenschap? Heel veel. Ieder op zijn eigen manier. Maar het mooie is en blijft die onderlinge verbondenheid. Dat we met elkaar op weg zijn. In die linzenblos. Die blos, ons symbool van verbondenheid. Ons symbool van trots. En daarom nogmaals van harte proficiat met dit jubileum. En ik mag hopen dat we naar de toekomst toe die verbondenheid, die gezelligheid, die inzet, dat enthousiasme steeds opnieuw mogen ervaren. En mogen weten, we zijn hier op de schoonste plek. Hier is het goed met elkaar het leven te vieren. De mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten. Omdat we weten dat de Linse Blaas voor ons een fundament is. Dans, lach, zing, kijk onder de als een kind. Dans, lach, zing, en de carnaval in wind. Dans, lach, zing, en onthouden we. Samen op 55 jaar, Karel.